Ja. Goedemiddag van vandaag. Dan voert de voorpost samen met onze kameraden van het taalactiecomité actie. En wel in het Chinees Rode. En de reden waarom dat wij actie voeren, dat is dat het FDF, dat zij vandaag willen opstappen vanuit de richting Vlaanderen naar de richting Waterloo, richting Wallonië, om al zo te beklemtonen hun eis voor een corridor tussen Brussel en uiteraard Wallonië. We zijn op federaal vlak natuurlijk volop bezig en we willen ook het signaal geven dat aan de grenzen van Vlaanderen, aan de grenzen van Vlaams-Brabant, aan de taalgrenzen niet geraakt wordt. En Vlaanderen had massaal op extreem rechts gestemd. 11% in sommige steden. Nee. Maar het probleem is, toen hebben ze in het grootste van die begrafenispagina's op de eerste pagina van de krant met een zeik van democratie in Vlaanderen. Maar daarna hebben ze telkens meer gehaald. Tot in 2004 was ze 25%. Dus daarna noemen ze gewoon elke verkiezing Zwarte Zondag. Zwarte Zondag is het hoogtepunt van de extra. Maar elke verkiezing daarna was een nieuw hoogtepunt. Een nieuw hoogtepunt.